Anouk van der Weeden heeft zich zaterdag bij het Olympisch kwalificatietoernooi, oktober, op de 5 kilometer verrassend geplaatst voor de Spelen van Pierre-Onchan, de pas 21-jarige Meevis reinigde als tweede en zit nog even in de wachtkamer, de 31-jarige van de Weden, die in 2014 in Sochi bij haar Olympische debut vijfde werd op de 3000 meter reed zaterdag in de opening red van de 5 kilometer naar een zeer snelle tijd van 6.56,51. Daarmee was de rijster van Team Plantina ruim 4 seconden sneller dan haar persoonlijk record, 7.00,72, dat ze 4 jaar geleden neerzette bij het vorige oktober. Bovendien was haar tijd de 5 dood in die half op de 5000 meter. Carlijn achterweekte, 6.54,49. Is de enige Nederlandse die in HRV nooit sneller was op de langste afstand. Visser kwam in de slotrit heel dicht bij de tijd van Van der Weyden, maar de jonge schaatster kwam 1900ste tekort. 6.56,60. De eerste plaats op de 5 kilometer staat op de negende plek van de selectievolgorde, die bepaalt welke maximaal 10 Nederlandse schaatsters naar de winter spelen mogen. Omdat Irene Vuust en Marit Leestra zich op meerdere afstanden geplaatst hebben. Is het zeker dat Van der Weyden naar Pier Onchan mag? De tweede plaats op de 5 km staat op de 11e plek van de selectievolgorde. Visser is daardoor niet helemaal zeker. Maar de kans is groot dat ze in actie mag komen op de Spelen. Karien Kleibukker, 39, die bij de vorige Spelen in 2014 als derde eindigde op de 5 km, reed zaterdag met 6.57,23 de derde tijd op het oktober en ontbreekt daardoor in Pier Onchan op de langste afstand. Al kracht reekte, 6.58,29. En Antoinette de Jong, 6.58,41, wisten achter het net. Bij de NK-afstanden van eind oktober pakte de jong de titel op de 5 kilometer voor Klebeuker en achterreekte. De jong plaatste zich eerder deze week op de 3000 meter wel voor Bier Olsjan en zal normaal gesproken ook uitkomen op de Olympische ploeg achtervolging. Achterrechten mag op de 3 kilometer ook naar de Spelen. Irene Wus meldde zich vrijdag af voor de 5 kilometer omdat die afstand op de Spelen voor haar te dicht op de eerste ronde van de ploegachtervolging zit. De 31-jarige Brabantse veroverde in 2014 bij de Spelen van Sochi nog zilver op de langste afstand. Van der Weyden zou door haar goede prestatie op de 5 kilometer ook zomaar een ticket voor de Olympische Massastart kunnen hebben verdiend. Naast Irene Schouten, die voor het oktober al was aangewezen als kopvrouw van het nieuwe onderdeel, is Van der Weyden nu de vrouw met de meeste internationale ervaring op de Massa Start bij de schaatsers die zich geplaatst hebben voor de Spelen? De tweede startplek op de Massa Start is een aanwijsplaats en staat niet in de selectievolgorde. De goede prestaties van Van der Weyden en Vissen zijn slecht nieuws voor Anis Sodas en vooral Letizia de Jong. De Jong, de nummer 3 van de 500 meter, weet nu dat ze in zo goed als zeker niet naar de Spelen mag.